In bijvoorbeeld. Het eerste waar alles van jou zal ondervragen is het gebed. Als deze in orde is, als dit, het gebed, dit gebed in orde is, zullen de rest van. Dus het is eigenlijk een, een, een graadmeter voor de rest van de daden. Het is graadmeter, jouw gebed is graadmeter. Het eerste waar alles van jou over zal vragen is het gebed. Als deze in orde is, zullen de rest van de daden goed zijn. Maar ik zondag, ik doe daarnaast anderen, ik drink en uh, weet ik veel allemaal. Uh, ik ben crimineel. Alsnog zeg ik: blijf bidden. Uh, blijf bidden. Angst. No, er is angst. Angst. Weet je wat angst is? Oorlog, bloed, uh, levens. Hè? Zelfs dan heeft de profeet met de Sahaba gebeden. Alhamdulillah, wij zitten thuis. Verwarming ja? aan. Erko aan. Werk. Kantoor, mooie baan, mooie huis, gezondheid, kinderen, alles. En dan nog hebben wij moeite met het sala. Is gewoon echt schaamteloos, onvoorstelbaar gewoon. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Nagile Alia. Voor de allerlekkerste dadels, dadeltruffels, chocoladedadels en dadelkoekjes. Ga naar nagilaalia.nl en ontvang 10% korting met de code MINUUT10. Ben jij als klant of ondernemer op zoek naar islamitische dameskleding van hoogwaardige kwaliteit? Wacht dan niet langer en bezoek Sotra. Bezoek onze showroom en volg ons op social media, sotra.co Celebrity Hajj, de marktleider op gebied van Hajj en Omra. Boek nu een onvergetelijke reis en geniet van de leerzame uitjes onder begeleiding van specialisten in verschillende talen. Volg ons nu op social media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste mensen. We zijn vandaag weer samengekomen voor een podcast... Met als gast Ousset Abu Rehana, helemaal in Den Haag. We gaan vandaag een heel belangrijk onderwerp bespreken. Want het is het belangrijkste onderwerp, onderwerp na tohid. En dat is het gebed. De eerste recht die Allesvater op jou heeft nadat jij zijn tohid hebt geaccepteerd, is het gebed. En dat is de tweede pilaar van islam. En er zijn heel veel vragen hieromtrend. Uh, natuurlijk, heel veel mensen willen bidden, maar ze weten niet uh, hoe ze die structuur erin kunnen vinden. Of uh, ze weten niet wat het belang is van het gebed in de islam. En om deze en andere zaken te bespreken. Hebben we uitgenodigd inshallah. Allah, En uh, ik ga gelijk beginnen met een heel belangrijke vraag erover. En dat is, wat is het belang van het gebed in de islam? Bismillah was salatu wa salam ala alihi wa wa salam ala wa salam wa salam ajma'in. wa salam wa salam ala wa salam ala wa salam de de salam De Broeders salam uh, uh, ala bedanken voor de uitnodiging. Ik vraag Allah, wa salam ala wa salam ala wa salam ala wa salam ala salam en hen uh, het paradijs te doen binnen uh, Als uh, antwoord op jouw vraag. Het belang van het gebed. Uh, je hebt het al aangegeven. Na shahada komt meteen de salat. Mm -hmm. Meteen het gebed. Dus uh, betekent als je de sleutel hebt tot het geloven. Dat is de shahada. Je gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala. Dan is het eerste wat tot uit moet komen. Is de salat. Het belangrijkste is het gebed, het onderhouden van het gebed. Uh, en, uh, en allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, als je de, de Koran uh, doorneemt van kaft tot kaft, mm -hmm. dan zul je nergens tegenkomen dat allah subhanahu wa ta'ala vraagt om het gebed, louter het gebed, te verrichten. Hij zegt: wa ika mussala, wa aqimu salā. Salā is anders dan bid. Het is het onderhouden van het gebed. Dus dat je alle zorg, alle aandacht geeft aan het gebed. Het moet echt compleet zijn eh, volgens de voorwaarden, voldoen aan de khushu en, 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 enzovoort. Uh, en dat is het gebed die Allah subhanahu wa wil. Niet het gebed die wij willen, die wij wensen. Eh. Het, het gebed, hoe Allah subhanahu wa het wil hebben, dat is de tweede rokken, de tweede zuil van het geloof. Uh, Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt: uh, As-salatu amoededdin. din is een pilaar van, 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 de, van de islam. Je, bijvoorbeeld je hebt een gebouw die steunt op pilaren. Stel dat de, een van de pilaren eigenlijk ontbreekt, dan dreigt het gebouw in te storten. Zo ook jouw islam dreigt in te storten op het moment dat je de pilaar mist. Het is een pilaar. Uh, uh, wat betreft de overige zuilen van de islam, je hebt de zakka, na as-salat komt de zakka, uh, almoes geven of de be arme belasting, het, komt, uh, het vasten van de maand ramadan, en meteen daarna komt de hajj. Als we kijken naar de overige zuilen, behalve... Uh, uh, behalve Salah, dan zien we dat ze uh, of beperkt zijn uh, uh, tot een bepaalde groep, ja. of één keer in zoveel tijd uh, deze verplichting moet nakomen. Uh, een voorbeeld: uh, La ilaha illallah. hoe vaak moet je la ilallah zeggen, moet verplicht? Eén keer. Eén keer. Als je niet moslim bent, ben je verplicht om één keer te zeggen, dan voldoet dat. Ja. En als jij als moslim bent geboren, hoe wil je het doen? Je, gelooft al, je hebt het geërfd van je ouders. Ja. Eén keer is verplicht. Uh, Zeker derde, dan laat ik het gebed als laatste: Zaka derde zou uh, Zeker is niet voor iedereen verplicht. Mm -hmm. Zeker is verplicht op, uh, uh, voor een aantal groep mensen, bepaalde groep mensen. Dat zijn veel vermogende mensen, mensen die bepaalde bezit hebben. Uh, je hebt de voorwaarden. Uh, je moet een normbedrag in Nissa, een enorm bedrag hebben bereikt. En ook niet elke dag of elke maand, één keer in het jaar. Dat is ook één voorwaarde, één keer in het jaar moet je zakken uitgeven. 2,5% één keer in het jaar. Dus. Uh, en dat geldt niet voor iedereen. Uh, vasten. Vasten één keer in het jaar. Ja, één keer in het jaar moet je vasten. Uh, L'hajj, één keer in het leven. Eén keer in je leven. En Salah. Wat betreft Salah, elke dag vijf keer verplicht. Mm -hmm. uh, mens, subhanallah, een mens bestaat uit uh, elementen. Een mens mm -hmm. ja, bestaat uit drie elementen. bestaat uit lichaam, Geest en verstand. En elke element heeft zijn eigen voeding. Heeft zijn eigen aandacht. Eigen zorg. Het lichaam moet verzorgd worden. Mm -hmm. Moet gevoed worden. Eten, drinken en overige lusten. Uh, sporten bijvoorbeeld. Uh, verstand heeft zijn eigen voeding. En dat mm -hmm. is kennis. Je, je ontplooien ja, en dat ga ik ontwikkelen. Je ontwikkelt daarmee je verstand. En de geest heeft ook zijn eigen voeding. Geest, hoe. Hoe, hoe kan ik een geest voeden? Hoe kan ik een geest voeden? Vraag je jezelf mm. af. Niet door eten, niet door te drinken, niet door te sporten. Geest voed je door Allah subhanahu wa ta'ala mm. te gedenken. Door Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken. Allah bidikrillahi tatma inul qulub. Weet ne, dat door het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala de harten tot rust komen. Mm. Tot rust komen. En waarom zeg ik gedenken? Want de salah is een en al gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. De salah is juist voorgeschreven, gesteld door Allah subhanahu om Allah te gedenken. Dus eigenlijk de essentie van het gebed is om Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken. En luister naar wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Een van de eerste woorden die Moesha hoort, rechtstreeks van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals jullie weten, Moesha, Allah sprak rechtstreeks tot hem, zonder tussenkomst van Jibril. Hij hoorde rechtstreeks de woorden van Allah. In innani anallahu la ilaha illa ana, fa'abudni wa aqimis salatali dikri. Ja, o er is geen God... Ja, die aanbeden mag worden behalve ik... aanbid mij daarom. En vervolgens, wat komt naar het tawheed, Wat je net zei. Meteen... Wa aqim is aqim, het woordje weer akim. En onderhoud het gebed uh -huh. om mij te gedenken. Dus Allah subhanahu wa ta'ala geeft hier aan... precies waarom jij moet bidden. Hmm, de om reden. Allah, ja, de reden eigenlijk waarom je moet bidden... is om Allah te gedenken. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala... In de salatatatanhaan in Wa'farsha iwan Munkar. akbar. Walla dikrollahi akbar. Geleerden zeggen: Wat betekent wala dikrollahi akbar? En het gedenken van Allah is groter. Dus het gebed, het weerhoudt jou van het, uh, het slechte, van slecht gedrag, van de zondes, van uh, verdorvenheden en dergelijke. En Allah zegt vervolgens: Walla akbar. En, en, en het gedenken van Allah, dus het gedenken van Allah in het gebed en de vruchten daarvan is groter dan welke vrucht en voordeel ook van het gebed. En het mooiste, het mooiste uh, als het gaat om het belang en de positie van het gebed, is dat het gebed de enige verplichting binnen de islam die niet op aarde verplicht gesteld is, N maar in de hemel. Daar Daarboven zeven hemelen. Zo nabij Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft Profeet SallAllahu persoonlijk uitgenodigd bij Hem, dichtbij Hem, om het gebed verplicht te stellen. Geen Jibril die aan pas komt. Ja, Jibril, geen tussenkomst. Jibril heeft hem begeleid. Hè, begeleid naar Allah subhanahu wa ta'ala. Hij kwam langs de eerste hemel. kwam profeten tegen tweede hemel. de profeten, derde, zevende hemel. Bij Sidrat al Muntaha. Zo dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Dat zelfs uh, metgezellen, Sahaben. verschillende van mening of hij werkelijk Allah heeft gezien of niet. Ja. Sommigen zeiden ja. Sommigen zeiden nee. Met zijn hart heeft hij gezien. Niet met zijn ogen. Ja. Kun je nagaan hoe een zoon. Situatie, in zo'n toestand verplicht Allah subhanahu wa ta'ala het gebed. En dat zegt al genoeg. Zo verheven positie en zo is het gebed verheven binnen de islam. Uh, het, is, het is echt verbazingwekkend als een moslim eigenlijk weet hè, van het belang van het gebed en wat de grote positie van het gebed en dat hij desondanks niet bidt. Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. En wat het betekent in jouw leven, ja. Uh, misschien dat het nog aan bod komt, wat de, de voordelen, de vruchten van het gebed en dergelijke. Je kan het niet loslaten als je inziet en beseft wat het belang van het gebed is in je leven, voor jouw gemoedstoestand, maar ook voor jouw barake, zegening, geluk, voor jouw gezin, voor jouw uh, werk, voor jouw verdiensten, voor jouw inkomen. Je kan het niet loslaten. En wat te denken van het heer nama's. Ja, het jouw bestemming. Jouw positie bij Allah subhanahu wa is afhankelijk van, jou, van de positie van het gebed in je hart. Snap je? Dus als je wil, wil weten eigenlijk wat is mijn positie bij Allah. Wat, wat stel ik voor bij Allah. Wat betekent ik bij Allah subhanahu wa Kijk naar jouw positie, dat positie van het gebed in je hart. Welke waardering heb jij voor het gebed? En de waardering... Is niet alleen mondeling met, 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 met woorden. Nee, het moet tot uiting komen met daden. Je moet laten zien dat je van Allah houdt. En dat je van het gebed houdt door eraan vast te houden. Ja. Vast te houden. En Allah subhanahu wa heeft niet vijftig, vijf gebeden verplicht gezet. Hij heeft vijftig in eerste instantie. Vijftig. Dus dat betekent dat Allah ontzettend veel van het gebed houdt. Ja. Het feit dat hij vijftig keer voorstellen, vijftig. Dus verspreid over 24 uur. Dat is echt constant. Je bent ook constant aan het bidden. Dat is in de instantie wat Allah wilde. Maar uiteindelijk, de profeet Sallallahu toen hij op de terugweg naar de aarde kwam, hij Moosa tegen. De profeet Moosa, Moosa uit ervaring met zijn gemeenschap, zei hij: Ga terug naar jouw Heer en vraag hem om, 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 om uh, um, uh, verlaging, ja, reducering. Waarom? Hij zegt: jou, Jouw oma, jouw gemeenschap kan dat niet aan. Ik, ik zie maar vijf gebeden, sommigen kunnen dat niet aan. Sommigen kunnen vijf gebeden niet eens laten staan als het vijftig waren. Uiteindelijk ging hij naar zijn heer, werd tien, uiteindelijk teruggebracht naar, naar vijf. En Musa zei, ga terug naar de heer, vraag om, om vermindering, om verlichting. Vijf is... Uh, toen zei de profeet, ik schaam me daarvoor. Ik schaam me voor mijn heer. En uiteindelijk is het vastgesteld op vijf, maar bij Allah subhanahu wa ta'ala krijg je de beloning van vijftig. Dus dat verandert niet bij Allah subhanahu wa ta'ala. Je bidt daadwerkelijk vijf, maar bij alle op de medeschaal, alsof jij vijftig gebeden hebt gebeden. Ja. Osset, je zei, dat, er, uh, ja, je zei nou dat heel veel mensen de last vinden om die vijf zelfs te onderhouden. Ja. Uh, je bent nu al lang bezig in de, de, de natuurlijk. Ja. Um, wat zijn een van de redenen die je bent tegengekomen, van je weet, dit te zijn van de barrières die mensen tegen, waardoor ze het gebed niet kunnen onderhouden? Van wat, houd, wat, wat heb je gezien dat het vaak weer houdt om, om mensen zatvastigheid erin te geven? Uh... Ten eerste, uh, hun Heer. Mensen die, uh, die het gebed verwaarlozen, kennen hun Heer niet goed. Of niet goed genoeg. Kennis. Dat is echt de basis. Een kennis over Heer, maar niet alleen louter kennis, ja. maar ook uh, de kennis die eigenlijk uh, zich vertaalt naar gevoelens. Ja. Ja, ja, ja. Snap je? Het moet iets met jou teweeg brengen. Het moet jouw hart bewegen. Uh, en daarom, als we kijken naar uh, de Profeet SallAllahu en zijn Sahaba-Mekkaanse ja. periode. De Mekkaanse periode bestond uit 13 jaar. Het da'wa naar de grondslagen, ja. naar fundamenten. En die fundamenten waren gebaseerd op, op, uh, op het leren kennen van Allah subhanahu wa Je ziet de Mekkaanse verzen in de Koran, hun kenmerk, ze praten voornamelijk over Allah subhanahu wa hmm. Allah als schepper, Allah als voorzien als razak, Allah als de schepper van de hemel bestuurder van het universum, de maan en de... Waarom? Daarmee kom je dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala en zul je hem beter leren kennen. En wie Allah subhanahu wa ta'ala beter kent, zal geheid van hem houden. Het kan niet zo zijn dat je Allah echt goed kent en niet van hem houdt. Zijn, zijn gunsten, zijn genade, zijn zorg subhanallah, zijn perfectie, zijn schoonheid. In Allah hajamilu yuhibbul schoonheid komt tot uiting in alles. In zijn schepping, maar ook in zijn voorschriften, regelgeving en dergelijke. En een van die mooie voorschriften is de Salah. Het mooiste heeft zijn, zijn, zijn zeggen we, toppunt van de, de, de schoonheid. Alles. Allah heeft geen toppunt. Ja. Zijn schoonheid is oneindig. Ja. Is oneindig. Dat geldt ook voor zijn, voor zijn subhanallah, voor zijn daden. Wat ja. hij, als je Allah zo zodanig kent, ja. dan zul je geheid van hem houden. Ja. En als je oprecht van Allah houdt, laat je Salah nooit los. Ja. Als man dat je verbinding okay. met je scheppen. Oké, okay, iemand die ja. zegt: uh, ik hou ontzettend van mijn vrouw. Ja, ja zijn vrouw ontzettend. Ja. Maar als we kijken naar zijn daden, deze liefde wordt niet vertaald naar daden. Ja, precies, ja, precies. Ja. Laat haar in de steek. Ja. Met moeilijkheden is hij de eerste die wegloopt. Ja. Ja. Geen verantwoordelijkheid, geen zorg, geen onderhoud, um, helemaal niks. Is die, zijn dit tekenen van liefde? Natuurlijk niet. Ja. Hij is de, de eerste die wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden en dergelijke. Waar was liefde? Respect, geen respect? Ja? Schelden, beledigen, kleineren. Dit zijn geen tekenen van liefde. Maar wanneer is er liefde? Als hij respect heeft, waardering, ja. uh, zorg, aandacht en dergelijke. Ja. En andersom ook de vrouw die zegt: Ik hou van mijn man. Ook hetzelfde. Zorg, respect. Voor... Dus ze komt tot uiting. Mm -hmm. uh, uh, jij zegt: uh, Ik hou van Allah subhanahu wa ta'ala. Oké. Okay. Op basis waarvan? Moet ik geloven op je bruine ogen? Nee. Ja, of mooie ogen. Wat, wat is liefde voor Allah? Ik hou van Allah. De, het moet zich vertalen. Je moet tot uiting komen. Die liefde kan niet. Dat gevoel wat je hebt, die moet vertalen. Dat moet je vertalen. Vertalen in daden. En het eerste waaruit blijkt dat je van Allah houdt, is het gebed. Nee. vasthouden aan het gebed. En natuurlijk heb je andere barrières. Niet de Sira van de Profeet. Als jij de Sira van de Profeet kent, uh, het levensverhaal van de Profeet, hoe hij uh, genoot van het gebed. Mm -hmm. ja? uh, de Sira van de uh, Sahaba, met gezellen de Tabi'in, de vrome voorgangers, hoe zij van het gebed genoten. Niet uh, het ge stand, alleen standvastig, ze genoten van het gebed. Mm -hmm. Snap je? Het uh, was voor hun rust. Dat was een rustmoment. Het gebed was een rustmoment. Mm -hmm. ja. Om rust voor hun hart. een hart kan moe worden. Dat was het lichaam. Mm -hmm. Om rust. Daarom zei hij, het, ja, Bilal, Nabi Bilal was de Moeddin. gebedsoproeper. Hij was gebedsoproeper gebedsoproeper. Hij zei, ja Bilal. Byha, ya, Bilal. Mm -hmm. dus met andere woorden, doe ikama, verricht ikama, begin het gebed, om rust, om rust, rust, om ja. rust daarin te vinden. Ik, ik heb daar wel een vraag over, over die rust. Uh, ja. Eigenlijk, uh, uh, ik, als je dan uh, die uh, verhalen over de Saben leest en dan zie je dat veel terugkomen. Ook uh, ik heb wel eens de een verhalen gelezen over, over Amr uh, Gattap, dat hij ook een uh, persoon was die heel veel rust vond in het gebed. En ik vraag me dan af van, als je die karakteristieken leest, hoe, de verkrijging daarvan, hoe verkrijg je die uh, zo'n niveau van rust die ik niet zoveel per se direct om me heen zie um, op die manier? Ja. Die hoge niveau van rust. Hè? Dat je echt denkt van oké, okay, ik, wil, ik, wil ik, ik wil gaan bidden, want ik krijg daar die rust uit. Dat is die genieting. Daar zit de uh, genot. Dus als je snapt, ik, uh, Klopt, die, die, die rust krijg je om, als je weet eigenlijk waar Salah voor staat. Okay. Als je weet waar Salah voor staat. Als jij uh, Salah ervaart als een grote last, ja? waar je van af wilt. Als je snel bidden, dan ben ik van die last. Weg. Dan ga je niet genieten van het gebed en het gebed uh, in tegen de, geen rust voor je, maar een last, inderdaad. last. Kijk, alle, alle verplichtingen uh, van de islam zijn een soort, een vorm van last. Een last in de zin van, het is een verplichting, als je het verricht, dan uh, word je niet aangerekend op orde, Maar uh, de aanbiddingen hebben ook hun werk in. Hebben hun werken op een persoon, hebben hun impact. Ja. Hebben vruchten, snap je? Dus uh, klopt, je, je, hebt, je verricht het gebed. Uh, dus je bent eigenlijk uh, 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 van die last af, in, in de zin, dus de verplichting nagekomen. Ja. Maar wat heeft het, het Salam met jou gedaan? Ja. Als persoon, met jouw gedrag, met jouw band, met alles, met jouw gemoedsrust. Ja. Dus die, die rust kun je geheid verkrijgen. Die is er. Die kun je ervaren. Die kun je uh, proeven. Zoals de ja. Prophet zei over Iman in het algemeen. Iman. Het geloof. Hij zegt. Uh, uh, drie eigenschappen als iemand deze bezit. zal de zoetheid van Iman proeven. Dus het Iman in zijn algemeenheid heeft een zoete smaak. Maar hoe komt dat, dat, wij, dat wij deze zoete smaak niet proeven? Dat komt ten eerste. Ik zei. We kennen Allah niet. Ja. De liefde, onze harten zijn leeg. Zijn leeg. We weten niet eigenlijk waar salaf voor staat. Wat de essentie is van het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals de geleerden zeggen. Onder wie Ibn al-Qayyim, Ibn Tayyim rahmatullah. Ze omschrijven al-ibada. Al-ibada moet gestoord zijn op twee arkanen, twee zuilen. Al-hubb wal al Al-hubb, liefde. Liefde. Dus als er geen liefde is in ibadah, is er, geen, is er überhaupt geen sprake van ibadah. Geen sprake van een aanbidding. Een aanbidding betekent: er is liefde voor Allah wa en er is een nederigheid en onderwerping aan Allah. Wa die twee, die combinatie van twee, betekent de ibadah. La ilaha illallah. La ilaha illallah is eigenlijk, je zegt: niemand, hè? er is niemand die ik zo lief heb, meer lief heb dan Allah. من دون الله من الناس من اتخذو. من دون الله من دون الله يحبونهم كحب الله والذين امنوا والذين امنوا اشد حبا لله اشد حبا لله يموت فان الله هودة، ان alles wat afkomstig van Allah houde het gebed moet je van houden je moet het niet zien als een last je moet houden je moet beseffen dat je het belangrijkste afspraak hebt in je leven, een afspraak. Zoals de voor mijn voorgangers dat ook beschreven, zeiden: ik heb een afspraak. Als zij gevraagd werden waarom ze zo zich uh, voorbereiden, voorbereiden met loodol, en ze trokken hun gezichten trokken helemaal wit. Waarom? Ze zeiden, ik heb een afspraak met mijn Heer. Het Besef dat je, uh, dat je een munajat, zoals de profeet sallallahu alayhi sallam, zei over salah. Munajat is een vertrouwelijk gesprek, gesprek tussen jou en jouw Heer. Als jij zo denkt over het gebed. En ja. zo het gebed ingaat. Dat jij een vertrouwelijk gesprek aangaat met Allah Wie met wie? Met jouw Heer, jouw schepper. Dat is, dat is echt... Een uh, hele andere instelling. Een hele andere instelling. Yeah. Ja. Je gaat heel anders het gebed in. En, en als jij zegt... Alhamdulillah, rabbil alameen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Hamidani Abdi. Jij moet daarvan bewust zijn dat dit eigenlijk gaande is tijdens het gebed. Een soort gesprek, ja, dat is een munajat, een vertrouwelijk heimelijk ja. gesprek. Heel heimelijk gesprek. En dat is wat, wat de Sahaba, de profeet, op de eerste plaats en Sahaba ook proefden en beseften. Ze waren daarvan bewust dat dit niet zomaar een aanbidding is. Je staat niet maar te bewegen, uh, staan, opstaan, rokhoer, sujoed. Fysieke beweging, dat is het niet. Ja? Maar terwijl al die bewegingen hebben ook een betekenis. Uh, Sujoet heeft een betekenis, rokko heeft een betekenis. Het is allemaal het verheerlijken van Allah. Subhanahu wa dus je bent constant met Allah subhanahu wa bezig. Alhamdulillah, Rabbil alamin. zegt Allah Hamidani Abdi: Mijn dienaar is mij aan het lof prijzen. Mijn dienaar is mij aan het lof prijzen. Dat zegt Allah terug. Als jij, Alhamdulillah, Rabbil alamin zegt. Ar-Rahman Ar-Rahim, zegt Allah, Abdi, mijn dienaar is mij weer aan het prijzen. Mm -hmm. En als je zegt, uh, Maliki Yawmiddin, zegt Allah, Majadani Abdi, mijn dienaar is mij aan het verheerlijken. Mm -hmm. dit, 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 dit speelt zich af tijdens het gebed. Wees daarvan bewust en dan ga je geheid proeven, het salat proeven. Allah wa zegt bijvoorbeeld een soort uh, al-Baqarah, Uh, واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين سبحان الله كاك الله خفت تزاوف تكن دات الصلاة زوك يلي هوب باي باي الصبر يا زوك يستين باي الصبر الصبر خدوت ان صلاة ستين زوك باي خدوت ان صلاة ان الله سبحانه وتعالى زاوف فوق وإنها لكبيرة ان اتخبات إس زوار من سارثاردت ازار، لكن بحاجه فور انطال من الا الذين يظنون انهم الا على الخاشعين، بهاف الخاشعون بحاجه الْخَاشِعُونَ؟ الله سبحانه وتعالى بشهادته متين هن الذين يظنون انهم ملاقي ربهم وانهم اليه راجعون، اللجان اللي اوفر تايخد سين دات Besef dat ik mijn Heer zal te, uh, uh, ontmoeten en ik zal terugkeren naar Allah. Dit geeft jou de goezoer en dat verlicht het gebed. Het maakt het mooi, het maakt het uh, een genot van het gebed. En zo moeten we het gebed ervaren. En niet zien als last, ik moet ervan af. Nee, je bid, je, je komt je verplichting na, maar het moet werken hebben op jou. Je ja. moet, moet jou raken, je moet ervan genieten, proeven. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala die smaak ja. laten proeven. En We schieten allemaal tekort. Hè? Het is niet dat ik nu aan het spreken dat ik echt volledig van het gebed geniet. Dus ik ben ook een mens. Ja, het traject, een... traject Het is heeft traject, het een hele proces. Je moet jezelf eigenlijk als het ware temmen. Jezelf temmen, temmen. Jezelf daarop trainen om constant. Shaitan laat je niet met rust. Er is een speciale Shaitan. Geen Zab die jou afleidt in het gebed. Afleidt in het gebed. Gedachten, afdwalen en dergelijke. Maar je moet altijd jezelf, het verzet, altijd het verzet, weet je, tonen. Gebed Klopt. van. Ik, ik, denk terug. Juist, ik denk juist, ik, laat Laat je een antwoord. Mm -hmm. Ik denk juist uh, ook de, dat er ook echt een extra test in zit. Omdat je steeds ook hetzelfde aan doen moment. Waardoor je eigenlijk expres extra bewust moet zijn om jezelf in het gebed te houden. Omdat je ook steeds hetzelfde vaak doet. Waardoor je nog extra bewust moet zijn, oh nee, moet. Uh, want als je op een gegeven moment uh, oh, wow. inderdaad, want uh, als je op een gegeven moment zoveel keer El hebt gelezen kan, ga, kan je ook in de routine, je valt in de routine, val je in de automatische piloot uh, ja, maar ja. de, de, de uitdaging is en dan inderdaad, om mezelf, echt proberen steeds te herinneren van hou oh, mezelf in check, ik ga niet El gaan lezen zoals ik dat doe om mijn achterhoofd maar eigenlijk meer bewust uh, 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 ja. er is ook inderdaad wat jij zegt, routine is gevaarlijk ja? dat dat uh, uh, en dat is het gevaarlijkste wat er is, dat wij van een aanbidding een gewoonte maken. Het wordt gewoonte, gewoon, automatisch, piloot, beter ja. te klaar. Maar, dat was het. Ja. Uh, dat moeten we zien te, te voorkomen met met gebed. Laat het een aanbidding een aanbidding zijn. Dat uh, gerust is, dat rust op liefde en, en onderwerping van Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, bijvoorbeeld wat jij zegt over alhamdulil fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Maar hoe ging de professor alhamdulillah alfatihah Hij stopte. Bij een kort, korte onderbreking... Bij elke, op, uh, aan het einde van elke vers. Hij zei: Alhamdulillahi rabbil alameen, ar jou jezelf de tijd om de, de, deze vers te overpeinzen, om na te denken. Dat is ook de bedoeling. van Rustig lezen, niet te haastig. En voornamelijk een Fatiha. Omdat je, -fatiha vindt dat gesprek, een vertrouwelijk gesprek met Allah subhanahu wa ta'ala, voornamelijk. Neem de tijd voor de voornamelijk fatiha. Neem de tijd en geniet daarvan. En een van de mooiste dingen is dat jij niet alleen maar uh, leest, maar dat je ook best uh, je best doet om te begrijpen wat je leest. Ja. Begrijpen wat je leest. En helemaal fatiha, als we als, fatiha hebben, is ook een bijzondere gaan Het beste zorg van de Koran. En het verzamelt, uh, eigenlijk is de samenvatting van de hele Koran, sterker nog, zoals Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh zegt, het is verzameling van alle hemelse boeken. Okay, subhanallah, hij zegt, hij, zegt, hij zegt, de Koran bevat eigenlijk de inhoud van de hemelse boeken. Daarom is de Koran het laatste boek, completer. Hmm. Het bevat eigenlijk de inhoud van de hemelse boeken, alle hemelse boeken, en nog meer dan dat. Dus de Koran is een soort samenvatting van die boeken. En hij zegt, wat is de samenvatting van de hele Koran? Hij zegt, dat is... الفاتحة. En hij zegt, wat is het samen van van de samenvatting de, van al-Fatiha? wa Deze sora is zo bijzonder. Zo bijzonder. En ga eens ook daar zo mee om. Weet je. Laat het gewoon niet een willekeurige zora zijn. Geniet daarvan. Gezprek, wees er bewust van dat gesprek. Als je zegt, uh, wa Zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Hada beyni wa beyni abdi. Dit is tussen mij en mijn dienaar. De ibadah ja. is tussen jou. Ja. أن الله سبحانه وتعالى ففوخس بخيمة الدعاء اهدنا الصراط المستقيم لايت ماي نار ترخت الذين أنعمت عليهم أن زوفورت أن زوفورت أن زخت الله سبحانه وتعالى شكل هربت من الفاتحة هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ديتيس فور ماين دينار أما ماين دينار كراخت تخيلني فاتها يفراخت براختك براختك الله بلوفت هير لاتشي كراخت فاتشا يفراخت فات فراخي الصراط المستقيم الهداية لايدين نار ترخت بات Wees daarvan bewust. En ook een vorm van leiding is dat, je, dat Allah jou leidt, jou leidt om te genieten van het gebed. Ja. Is ook een vorm van leiding. Gebed, bidden is een, een leiding. Maar genieten van het gebed, dat is iets extra's, is ook een vorm van leiding. Extra leiding. Vraag dat Allah subhanahu wa tijdens het gebed. Samenvattend voor degene dus die wat problemen hebben met het stafvast Erin zitten, erin... Uh, Sorry. Het stelt vast zijn met het gebed en het gesjoer vinden erin. Dus ten eerste het kennen van alle en Dat is natuurlijk de basis, want dit is een gesprek tussen je alle smaarten. En daar geniet je van het meeste van als je hem ook kent. Ten tweede, wat je hebt genoemd, is de sieren van de professor, Sam, De Sahaba, de self en de vrome uh, en geleerde. Hoe zij waren met het gebed. Dat heeft dan ook effect op jou. Uh, het kennen van het gebed zelf. Weten wel voor de positie staan. Waarvoor wat je zegt. En wat de betekenis zijn voor het tefseer van Surah de Fatiha. En um, je, je, je had nog iets genoemd. Dat was volgens mij. Ibadat, geen adet maken. Juist, zeg maar. dat geen gewoonte ja, van geen routine. Ja, ja, ja. Van, ja. Er was één hadith van de provincieleijsem die me elke keer gewoon weer raakt als ik hem zo. lees, als het gaat om het gebed. En dat is uh, de hadith van dat hij een uh, nachtgebed, dat is net ook niet een extra gebed. het is geen eens een verplichte gebed die aan het ver, uh, verrichten was. In Qiyam en qiyamul uh, leen. En toen hij aisha al aan hem werd wakker en zei van, oh Rasul, dan zo zijn enkels begonnen op te zwellen van het uh, uren het, van aanbidden dat hij inzet. En zei ze is dus jouw situatie, zeg maar. jouw voorgaande zons en jouw toekomstige zons zijn vergeven zeg maar. zo ja. van wees rustig met jezelf. Ja, klopt, ja. Zoals een van ons als een wat zou je doen, direct oh, je hebt gelijk. Van we gaan <laughs> slapen, ja. ja. Of, uh, oh, boys, ja, ja. wat gaan we doen? Bij zonder zijn ja, Goed, ja. komt goed. komen naar een lauwtje gaan of dit dat ja. en wat de professor is en Dat is dus het kennen van alles zijn waardoor ja. hij dit gevoel had dat hij zei. Evelen uh, en uh, Kooner Abdan Shakura zal ik dan geen dankbare dienaar zijn voor alle zwaanten? Ja, een vorm van dank. Ja, ja. Dat hij dit Houding gewoon, hij hield juist sparen, ja. om ja, ja, ja. dit te gaan doen, sparen. Sparen. Daarom het, het gebed is gewoon genieten. Ja, sparen. Gebed is genieten en, en daarom, subhanallah zie je dat alle profeten hebben gebeden en alle hun uh, nakomelingen hebben gebeden. Mm -hmm. Sporten hun nakomelingen aan tot het gebed, Klopt. hun volk tot het gebed. Ibrahim, uh, Moosa, Isa.

Onladina, <wleden> onladina, 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 hoeveel Ardi, al-Kaho <salaat> mussallah. Dat is alles wat hij zegt over een volk. Als wij hen uh, hebben uh, gevestigd op aarde, dus wij hebben hen eigenlijk macht gegeven, hm. zijn gegeven. Waarom? Waarom? Zoals... Om het salah te verrichten. Om het gebed te verrichten. Subhanallah, dus dus uh, macht op aarde, voorzieningen, welzijn, uh, economische welvaart. allemaal eigenlijk moet het gebed dienen. Moet het doel, het gebed dienen. Die oké, Ja jij werkt om het gebed te onderhouden ja. en niet andersom. Je gaat niet werken om het gebed te verwaarlozen. Zo. Je gaat werken om het doel van het, van het ja. gebed, van het liedleven te ja. dienen. Ja, ja je, je, je gaat ja. studeren om uiteindelijk een goede een vrouw moslim te zijn. Ja, zo. En niet uh, dat de Omge... studie afleid, jou afleidt, jouw opleiding afleidt van het gebed. Dat kan niet. Spanisch, soms zie je dat. dat, kan niet. dat uh, dan ja, heb onverkeerd. je eigenlijk het leven niet begrepen. Soms zie je dat. Maar dat komt denk ik ook vanuit uh, de, de belangen die vanuit uh, misschien ouders of vanuit de gemeenschap ook naar voren komen. Van, uh, waar de prioriteit op wordt gelegd. Misschien zie je soms dat die prioriteit toch belangrijker wordt gelegd bij die studie, bij die werk. Bij die, in plaats van, hé, hey, uh, kan je wel bidden op jouw werk? En die vragen worden misschien dan niet. Meer vaak gesteld. Ja, dat ja, klopt, klopt. De prioriteit is scheef. Klopt. Ja. Prioriteitsdingen uh, ja. is uh, gratis helemaal scheef. Ja. Klopt. Dus, dus ook een stukje opvoeding speelt ook een uh, ja. grote rol. Opvoeding, hoe, hoe mensen opvoeden. Bijvoorbeeld, uh, als ik uh, echt boos word als mijn kind eigenlijk uh, zich verslaapt voor school. en niet boos wordt ja. als hij zich verslaapt voor fidget bijvoorbeeld. Dat is een stukje opvoeding zonder dat je het door hebt. Klopt. ben je kind aan het opvoeden. Je, wordt, je gaat echt door het lint als hij vijf minuten te laat is voor school. En als hij, en dan heb ik het over uh, verplicht gebed, hè? verplicht gebed voor duidelijkheid. En het uh, uh, doet jou totaal niks ja? als hij uh, niet bidt. Mm -hmm. niet, niet eens bidt of, of, uh, of na zons uh, opgaand bidt, dan dat het -fajr tijd verstreken is. Dus dat is, dat is een houding. Dat is een houding. Indirect, dat is een opvoeding. Opvoeding is niet met woorden, doe dit, door do, do. dat. Opvoeding ja. is jouw houding. Jouw uitstraling, uh, jouw prioriteiten. Ja. Thuis, wat zijn jouw prioriteiten? Zo. Geef dat mee, weet je? A aan jouw kinderen. Van gebed. Uh, zoals jij boos wordt als hij te laat komt voor, voor school, ja. wordt ook boos als hij niet bidt. Het uh, boos je hoeft, niet, uh, <laughs> ja. he, hoeft niet te gaan slaan. Ja, 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 maar een uiting, precies. weet je? Dat is ja. een uiting. Van, ja, laat het laat zien wat je belangrijk vindt. wat ja. prioriteiten. Ja, dat het gebed zo is. Zo Mooi. is. Hoog. Ik heb nog een vraag aan jullie. En Sean gaat dit allemaal beantwoorden, en ook voor, het, ook voor de mensen die kijken, want dan kunnen misschien uh, hebben mensen iets aan de adviezen die wij gegeven, of, of onze ervaring, bedoel ja. ik meer. En dat is dus de mensen thuis beantwoorden ze ook in de komt, channel En dat is het volgende. Misschien is het voor jou heel lang geleden, maar uh, wat zijn de paar punten die ik kan noemen die jullie standvastigheid heeft geboden in het gebed, zodat mensen misschien dit ook kunnen meenemen in hun leven? En praktische dingen? Die, die jij zelf, jij ja. persoonlijk, ja. heeft het jou geholpen om standvastig te zijn in jouw gebed? Ik vind het een moeilijke vraag. Ja. ja. Dat jij gewoon. Oh ja, toen ik. Ik weet nog. Uh, toen ik jonger was. en toen ik wou beginnen. aan het begin maken. aan het structureel bidden. Uh, wat. Uh, wat mij had geholpen op dat moment. was ik had ooit een uh, hadith ergens gelezen, ja. dat die, die hadith in mijn eigen woorden ging, die, uh, iets uh, in de trend van, degene die een pad volgt uh, waarin die kennis opdoet, dan zal het pad naar het paradijs van gemakkelijker gemaakt worden. Ja. Zo ongeveer in mijn eigen woorden had ik gelezen op dat moment. En toen uh, dacht ik van, oké, okay, dat zal dan ook met een gebed te maken hebben, want dat is ook de weg naar de agenda. Dus toen uh, probeerde ik uh, initiatief te nemen om uh, meer te leren over het geloof. Ja. Dus uh, uh, meer lezingen te luisteren. Dus had ik routine gemaakt om elke week of elke dag geen lezing te luisteren. En zo steeds meer te leren. En ik merkte op dat moment, de, dat was de... Ik had toen een heel snelle sprong gemaakt in het makkelijk vinden om te bidden. Omdat door juist die uh, steeds uh, meer kennis op te doen. Dus nee. dat had mij toen wel veel Dus kennis opdoen. Is kennis wel opdoen wel, ja. had mij de grootste standvastigheidssprong gegeven. Ja. Uh, ik merkte daarvoor vond ik het heel lastig om uh, standvastig te bidden. En toen ik juist... Die uh, steeds meer informatie ging opdoen. En steeds meer leren. En steeds meer uh, routine, steeds meer ja. routine uh, kennis opdoen in een routinevorm. Mm -hmm. En ook in het museer van de Koran. Dat had mij heel veel geholpen om de belang te zien van... Uh, oké, okay, dat is niet iets wat je kan verwaarlozen. Dus dan moet je gewoon altijd bidden, zeg maar. En zijn er nog specifieke kennis die... Uh, waarvan je denkt, deze had me echt geholpen? Of wel, heb je dat niet echt in beeld? Wel, spe sommige specifieke kennis, die gaan over... specifieke die gaan over het gebed. Dus echt het belang van het gebed. Wat het wat betekent om het gebed te overslaan. Dus uh, dingen... Dus wanneer je bijvoorbeeld de hadith leest... hoe de profeetje reageerde dus. op mensen die anders omgingen met het gebed. Wanneer je dat soort dingen, wanneer dat soort dingen las, besefte ik me van... oh. Ik begrijp steeds meer wat het Laat, waard, ja, waard ja. is in plaats van wat je daarvoor heel veel hebt. Is wat je natuurlijk met je omgeving gaat bidden. Het is tijd. Ga bidden. Uh, doe de PlayStation uit. Wat je als kind misschien ja. goed ermee op zeg maar. Doe de tv uit. Moet, 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 moet. Dat is anders dan dat je die informatie zo echt leert en leest. Ja, dat je echt kennis op doet. Waard, ja. 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 En uw set, ik weet niet of je nog voor mij Voor mij is de opvoeding. Yeah. Die echt een grote rol heeft gespeeld in, uh, in voor standvastigheid uh, zijn in het gebed. Want uh, wat mijn moeder vertelt, uh, ik ben uh, in Marokko geboren, daar opgegroeid. Uh, mijn vader die was hier in Nederland. Mijn moeder was eigenlijk door, voornamelijk door mijn moeder uh, opgevoed. Zit, uh, voed, uh, opvoeding speelt echt een grote rol. Dus uh, mijn moeder die vertelt me, die zegt: zes, zes jaar, vanaf zes jaar, zeven jaar uh, begon je te bidden. Ook naar de moskee, tarawe en dergelijke. Sindsdien heb je het niet los, losgelaten. En ik had laatst, daarover met mijn moeder en ze zegt, weet je wat het geheim daarachter is, dat je vanaf dat moment tot aan de dag van vandaag vaststaat aan het gebed? Ze zegt, het du'a van jouw opa, ah. de vader van mijn moeder. Hij zegt, het hij, 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 hij hoorde mij een keertje registreren, Koran registreren en hij zei, wie is dat? Ze, dat is de zoon van die en die. Salaam, mag Allah wa tevreden over hem zijn. Ah, Allah dus mijn moeder zegt de dua. Ja, ja, het ja, feit ja. dat je vast dat is, is een uitkomst van de dua van jouw opa. En dus dua is ook belangrijk. Ja, oh, Naast Naast wat jij zegt, kennis, is echt een van de grootste middelen tot stand Maar ook het dua. Ja, dua. En helemaal als het komt van een rechtschapen persoon. Ja, de kans dat hij voor opvoeding, is groot. Ja. Maar ook opvoeding. Ja, dus opvoeding. Dat de is omgeving is ook belangrijk. Ja, dat is ook, ook een gelijk een, 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 iets voor de ouders. Dus dat ze moeten zien van hoe belangrijk het is om bij jongens van al te aan te leren. Want op een gegeven moment is de jongen een puber of iets dergelijks. En dan zeggen ze dat wanneer de zes is en je moet bidden of zo. Of, en dan lukt het niet meer. Want ja. hij heeft al een hele andere routine, een hele andere weg gekozen. Dus het is al goed om van jongs af aan daarbij te zijn. Ja, zeker. Ja. zeker. En, en de opvoeding begint bij de persoon zelf ja. ook. Snap ja. je? De Klap. moeder en de vader. ze ze niet bidden. Ja. Je bent niet het voorbeeld. Dan kan je duizend uh, lezingen geven aan je kind. Ja? Ja. Dan kan je dag in, dag uit. Weet je, gaan vermanen mm het -hmm. prediken. Dat heeft weinig effect. Klap. Wat echt het meest effect heeft, is het voorbeeld. Ja. Je ziet subhanallah. Je bidt. Een kind van drie, vier jaar. pakt zijn CGI. de zijn gebedskleed, en hij gaat mee bidden. Ja, klopt, altijd. Je hebt geen woord. <laughs> geen woord gesproken over het gebed. Je hebt niet gezegd. Uh, ga jij bidden? Nou, hij, hij ziet jou bidden en hij komt zitten. Ja. De dochter zit, de, de moeder bidden. en ze gaat bidden. Ja. Dat is het beste voorbeeld. Ja. De moeder, goede moeder moet goede vrouw zijn. In de zin van die moet ook het gebed hebben als nummer één. Na ja. het shahada, ja. gebed op nummer één staan. Ik zelf. Ik weet niet ja. of ik nog geredet oh, ja, heb. Uh, ja. <laughs> Wij twee waren een beetje samen, soort van begonnen met. Ja, Voordat ik uh, het Vaisel omging, of toen ik net met je begon om te gaan, ja. toen uh, vond ik het nog wel lastig om het gebed te onderhouden, zeg maar. Kat Peels, wat goed ging, Peels, wat minder goed ging. En op een gegeven moment toen hadden wij een hadith waar we tegengekomen oh, ja, voor, ja. Over het gevaar goed van asr, het, of, ja, het gebed. Van, ja, over het uh, gevaar van het verlaat van het gebed, zeg maar. Dus uh, dat je daden niet kunnen worden gedaan, et cetera. Uh, volgens mij was het uh, iets in de richting van. Uh, wacht even. Je toch die hadith die ging over Aser Gebed, ja, volgens mij. Asr, Wie ja, alsof asr. Hij is een uh, familie heeft verloren. Ja, dat ja, ja, was, ja, was, was, was een andere hadith. Oké, okay, hebben oh, vergeten hoe hij zijn van die kan ik wel nou die maar had mij heel veel geen één, één salaf, één salaf van, de aser alsof je hele bezit. Ja. En ja. die, die had die, sinds ik die zag, toen had ik hem met jou gedeeld. Sinds die dacht, oké, dag, vanaf nu gaat dat serieuzer neer. Sinds die dag okay, dat ik wat gaan we nemen. gaan het vanaf nu. En sinds die dag, subhanallah toen was 16 of zo, is het ook, hemde ook makkelijker. Maar dat is natuurlijk een, 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 een korte boost die dan krijgt. Ja. Natuurlijk op een gegeven tot. moment werkt dat weer uit. En wat we vervolgens, Sanfas heeft geboost, zijn eerste uh, gewoon vrienden hebben waarmee die samen dat, baden. Dat, 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 dat hebben we niet genoemd tot nu toe, maar ja. dat is zo belangrijk. Dat ja. is denk ik een van de belangrijkste. Uh, zit bij mij een hoge rang ook. Ja. Dat, dat, met wie ben je? Ja. De waarde, ja. de waarde van het gebed kennen. Ja. Wat is de ja. waarde van het bij Allah subhanahu wa ja. ta'ala? Ja. Dat is het belangrijkste wat je ja. eigenlijk stimuleert om vast te houden. Ja. 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 ja, en dat is het tweede punt dus. Ja. Het tweede punt is dus uh, was het, het kennen van waarvan waarde van het gebed, plus ja. het kennen van, leren kennen van alles, van zijn namen en eigenschappen, et cetera, zoals uh, akira boeken en touhid boeken, ja. dan, dan voel je een bepaalde verbinding met alles, die je daarvoor niet voelt. En uh, waarom deze twee het meest sterke, uh, wat voor mij meest ten vastheid heeft geboden, is ten eerste, kijk, je hebt jouw intrinsieke motivatie, dus het kennen leren kennen van alles maakt. en je hebt jouw uh, motivatie van buitenaf en dat is jouw omgeving. Ja. Dus sta je voor van binnen gaat je iemand lager worden, dus kan iedereen overkomen. Ja. Dan heb je alsnog die extrinsieke motivatie Goed. van buitenaf van je ja, vrienden ja, die jou stimuleren om ja. te binnen. Maar sta je voor. Je hebt de intrinsieke motivatie vanzelf. Dus je bent niet met je vrienden of je bent niet met uh, familie die uh, bijvoorbeeld bidt. Dan heb je het nog steeds. Je bent buiten, je bent op school, je bent op werk. Ja. Je heb ja. nog steeds die motivatie. Dus ik denk dat deze twee heel, een heel sterke rol spelen. Het, het van buitenaf ja. en van binnen. Die, die vullen elkaar op. Ja. Zeker. Uh, een, een, uh, nu hebben we het gehad over de, de, wat ik zei van. Uh, ons had de, 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 de bestraffing afge, uh, een beetje laten schrikken bij een dat toen we dat luisterden over de Echadief. Uh, kan je wat meer ingaan over de, op de beloning en de bestraffing van het wel en niet nakomen van het gebed? Het, het nakomen van het gebed uh, betekent uh, met de wil van Allah jannah, het binnentreden van jannah, het de jannah. Beloning? Ja, beloning. De jannah, wil behagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Het uh, binnentreden van Jannah. Maar wat te denken van het zien van Allah. Wa mm. Het mooiste wat er is. Kijk, Jannah uh, op zichzelf is een genieting. Okay. De bekoringen en uh, de gunsten van Jannah, de huizen en het eten van Jannah. Dat is op zich een genieting op zichzelf. Wat de grootste, het grootste genot in Jannah is het zien van Allah. Wa en Nabi sallallahu wa zegt: uh, diegene die vasthoudt en vaakt over twee gebeden, namelijk el Fajr en al Asr, mm -hmm. ja, die door midden daarvan zal Allah om het einde van de zien. Zal de van Allah Dus alleen dit is eigenlijk al genoeg de motivatie om te bidden. Twee gebeden, dat betekent niet dat je je beperkt tot twee gebeden, mm. maar dit is zo belangrijk. Zoals salat al-wusra, al-hafidu al-salawati, was-salat al-wusra, heel veel van meningen, salat al-wusra, middelste gebed, sommigen zeiden dit is het fajr, sommigen het, het asr. Maar zie hier eigenlijk beide worden in één adem genoemd in één hadith, بيد آخرك من استطاع ان لا يغلب على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل النبي صلى الله عليه وسلم نا فان, الدين فان, الدين فان الله سبحانه وتعالى. دوس فان الله سبحانه وتعالى اين دارتو از ان ان يو ان بسترافين بسترافين اه اه ما سلككم في سقر الله يوم القيامه de inwoners, mensen van het Verbaas, wat heeft jullie eigenlijk doen, doen belanden hier in, in, in de hel? Wat was de reden? Het eerste wat ze noemen. Wij behoorden niet tot mensen die baden. Het eerste. Subhanallah. Het eerste wat zij noemen. Waarom? Dan, op dat moment, beseffen ze wat de waarde is. Te laat. Te laat. Beseffen wat de waarde is. Lam neku min musallin. We kunnen niet meer we En uiteindelijk, wij horen niet tot mensen die de armen voeden. Maar het eerste wat omgaat, het eerste wat zij noemden als reden waarom zij eigenlijk daar in de heel zijn beland, is uh, salah. Ver ver Verwaarlozen van salah. Niet bidden. Niet bidden. Dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Wat te denken van. Jouw band met Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals ze zelf hebben gezegd. Het is een, een, een koord die jou verbindt. Het is zelfs een koord die jou verbindt tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Op, op het moment dat je niet bidt. Wat doe je? Je knipt dat, dat koord door. dat koord knip je door. De band subhanallah, moet je onderhouden. Jouw, jouw geest heeft dat nodig. En, en sommigen denken ver als het gaat om bestraffing. In dit leven wordt je bestraft. Wat je bestraft. Is dat je eigenlijk... Zelfs als je bidt en niet geniet van het gebed, is om zichzelf niet een bestraffing eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Uh, bidden en totaal geen gevoel hebben van het gebed en helemaal niet genieten van het gebed. Helemaal geniet, is, is eigenlijk een, een bestraffing. Is een straf. Dat jij niet geniet van het gebed is een straf eigenlijk. Waarom? Dat heeft te maken met onze harten. En jammer, al Allah subhanahu wa ta'ala. Diegene die niet bidden. Uh, zoals zijde, zei, we behoren het niet tot mensen van de hel. We behoren tot de mensen die baden, die het gebed verrichten. Dat is echt verschrikkelijk om dat te horen. Dit is eigenlijk al voldoende, voldoende uh, afschrikking voor mensen, een waarschuwing voor mensen die niet bidden. Let erop, want uh, je stelt je bloot aan grote gevaren. Maar aan de andere kant, je moet jezelf motiveren om te bidden. Motiveer jezelf om te, te bidden, kijk wat, wat voor beloning. Ja, er voor jou klaarstaat... Ja. het zien van Allah subhanahu wa ta'ala... dat is genoeg motivatie om om, om... om het gebed te gaan verrichten. We hebben ook... een grote groep... Uh, uh, die bijvoorbeeld wel bidt... die bidt gewoon, uh, gebeden. Maar bijvoorbeeld als ze buitenshuis zijn... Dan, eigenlijk, dan wachten ze tot ze weer thuis zijn om te bidden. Dan bijvoorbeeld stellen ze het uit... tot thuis of... Uh, uh, bidden dus niet op schoolwerk... alle categorieën van buitenshuis. Hoe... Maar dan het uitstellen dus, hoe zit dat dan precies met het uitstellen van buiten de tijd? Met thuis inhouden, met inhaal, dat inhalen Inhalen, ja. ja. ja, dat bedoel ik. Dat is op zichzelf is een, is een, is ook een zonde, het mm, ja. uitstellen van het gebed nadat de tijd van het gebed is verstrekt. Voor de duidelijkheid, elk gebed heeft een, een begintijd en eindtijd. Ja. Dus je moet binnen het tijdsvak, moet je hebben gebeden. Ja, een ja. een beetje bijvoorbeeld, van door tot al heb je de tijd om door te bidden Precies. Al-asr heb je de tijd van al tot maghrib. Te bidden, in, in de tijd van Magerib tot Isha te bidden. Duidelijk. Duidelijk, toch? Ja. Dus die tijdsvakken. Het is niet dat je gelijk als Aden is, moet je dat is voor, voor duidelijkheid. Precies. Ja. ja, goed. Voor de luisteraars en de kijkers. Dus je hebt genoeg tijd, genoeg speling, ja, om het gebed uh, te verrichten. Uh, ja, maar ik ben op mijn werk, maar ik ben uh, bezig. En, maar wie zegt dat het werk een excuus is om te bidden, om niet te bidden, om, 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 om het gebed uit te stellen? Ik zei net in het begin, alles moet eigenlijk het doel dienen. Het grote doel is salah. is salah, Jouw werk mag absoluut geen belemmering zijn, geen barrière zijn. Jouw dunja, verdienen van je kost, mag geen belemmering zijn van, van, van het niet op tijd bidden. Ja. Ooit op tijd te bidden. Je hebt de uh, spelen en in sommige gevallen, zoals zo sommige situaties, dat mensen twee gebeden kunnen samenvoegen door een en Sommige beroepen kunnen niet anders. Uh, Oké, okay, dat is een, een een vrijstelling die men is gegeven. Samengevoegd. chirurg bijvoorbeeld. die, ja, een die bezig met ja. of iets dergelijks. Of bepaalde beroepen die kunnen niet anders. Ja, ja. In dat geval kun je uh, gebeden die samengevoegd mogen worden. Want ja, je niet precies. Niet elke gebed mag samenvoegen Door al-asr. Ja. Dat je bidt bij het einde, tijd of, of daarna, in Maghreb en de maghrib Isha. Precies. Dus alhamdulillah is er ruimte, maar dat je echt drie gebeden of bijvoorbeeld al-Asar uh, doorbidt pas de tijd van Maghreb, en dat tijd Maghrib Maghreb is verstreken, dat is een kwalijke zaak. Ahabbu al-a'mali ilallah, Ibn Mas'ud radiyaAllahu ta'ala vroeg de profeet wat is de meest geliefde daad ja. bij Allah wa Hij zei, as-salatu ala waqtiha, Allahu akbar. Meest, waar Allah het meest van houdt, is op tijd bidden. Mm -hmm. Op tijd bidden. En Wat daarna, ja, wat daarna opbouwt, boodschappen van Allah, na is op tijd bidden, hij zei, birrul walideen. Mm -hmm. Goed zijn voor de ouders. Ik salat alle ja, daar houdt Allah het meest van. Dus op het moment dat je op tijd bidt, doe je iets waar Allah het meest van houdt. Wees daarvan bewust. Wees. Uh, en Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-ma'un, lil hum aan salatihim sahun. Allah wa zegt, o, oh, we diegenen die bidden. Het zijn mm -hmm. niet mensen die niet bidden. Ze bidden weliswaar, maar aan salatihim sahun. Uh, heel veel geleerden zeiden, die onachtzaam zijn over de gebeden, zeiden, betekent mensen die bidden nadat de tijd van het gebed is verstreken. Ah. Dus het gebed hebben weilen, weiles, sommige een jahannam, maar het is grote bedreiging, grote waarschuwing. O, oh, we diegenen die bidden, ze bidden, maar nadat de tijd van het gebed is verstreken. Alles van te daarvoor behoeden en mogen alles van ons allemaal leiden. Ja, over het bidden op bijvoorbeeld werk en school, vooral werk, is een mm. vaak gebruikt. Excuus: als iemand het thuis inhaalt, en dan zeg je: Kom thuis, gaat vier gebeden inhalen. Ik geloof niet dat je daarin kan genieten. Slijven, dus ja. je moet opeens, hoeveel, veertien rakken? of zo gaan ja, ja, bidden ja, achter ja, ja, elkaar ja, ja. inhalen, snel zo. En, en, en bij ja. sommigen, die, die, die moeten ook een na, nafielen. Sommigen sommige uh, ja, ja, ja. Uh, hebben zo'n uh, instelling dat als een nafila echt verplicht is. Ja, Natuurlijk is het een goede zaak. Maar bij de Turks gemeenschap. Dat ja, vraagt, inderdaad. Ja. Bij de Turks gemeenschap heb je dat veel. Ze bidden verplicht en ook eens daar een nafila en dan verplicht, dan nafila. Dus het is niet uh, hoeveel raka'at, het is niet 17 raka'at. Het zijn echt uh, heel veel raka'at. Dus, ja. dus dat gaat ten koste van goshoor, van ja. rust. Genieten van het gebed ja. Klopt. en de gelukkigheid. Het wordt een marathon. Gewoon ja. en, en een marathon gebed. Ja. Soms gaat het ook ten koste van het bidden op tijd. Want ik had bijvoorbeeld een, een klasgenoot, ooit, klasgenoot, klasgenoot ooit. En uh, hij was zelf niet de routine om dan op school te bidden. En toen, af en toe nam ik hem mee om mee te bidden. Ja. En toen merkte ik dat hij dan, als hij dan bad, dan bad hij meteen uh, alle rakaat wel. Dus Tien Voor aan, en na, voor en ja, na. Ja, 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 ja. Maar ik bad hij normaal niet.

Waarmee uh, een diena-toenadering tot mij zoekt en dat bij mij het meest geliefd is, ja. dan datgene wat ik voor hem verplicht heb gesteld. Ja. Dus datgene wat al, alle verplicht dat nakomen is bij Allah het meest geliefd. En daarna komen die. Dus hou je eerst aan de verplichtingen. Ja. Ge, draag daar. Jomel Qiyamah, eerst verplichting komen aan, ja, kom aan bod. Klopt, Eerst Eerste verplichting komen aan bod. Zijn deze in orde? Ja of nee? Precies. Ja. In, in, in Salah bijvoorbeeld, mm -hmm. Het eerste waar Allah Subhanahu wa Ta'ala jou zal ondervragen, is het gebed. Als deze in orde is, als dit, het gebed, dit gebed in orde is, zullen de rest van. Dus het is eigenlijk een, een, een graadmeter voor de rest van de daden. Het is een graadmeter, jouw gebed is een graadmeter. Het eerste waar Allah Subhanahu wa Ta'ala over zal vragen, is het gebed. Als deze in orde is, zullen Subhanahu de rest van de daden goed zijn. Dus geef eerst de aandacht aan verplichte gebeden. Dus als jij bijvoorbeeld maar vijf minuten hebt, ja. Of tien minuten hebt tijd om te bidden, ga dat niet uh, besteden aan navila, vrijwillig, maar bid verplicht gebeden. Een navila, zoals sommige geleerden zijn van mening, dat je navila mag inhalen. Okay. Dat is een, een mening. Dus als je navila mag je inhalen thuis, maar geef aandacht eerst aan de verplichte gebeden. Zeker. Nu binnen op werk, ik wil er nog uh, iets over zeggen. En dat is het volgende. Heel vaak zie je dat mensen dat niet doen. Ja. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook verschillende redenen. Uh, ik zelf heb bijvoorbeeld... Ik heb bijbaans gehad, dus niet gediplomeerd werk verricht. Maar tegelijkertijd ook weer werk verricht. Met, wel met een bachelor diploma. En ik heb echt nooit in mijn leven een probleem gehad met weer op werk. En ik heb misschien zeven, acht werkgevers gehad. En dat komt uh, omdat ik ten eerste... Voordat ik mijn diploma had. Als ik, voordat ik eerst ging werken, ging ik altijd eerst navragen: kan je daar bidden? Ja. Stel je? dat? Want, uh, zoals je zegt, het gebed moet jouw prioriteit zijn. Dat is waar het neef om draait. Het is niet, uh, nee. ja, precies, het is niet jouw werk en daar moet je gebed onder leiden. Nee, het is eerst andersom. Het gebed is als eerst. Dus uh, de tip die ik als eerst kan meegeven aan mensen is sowieso ten eerste: voordat je ergens werkt. Ga even na, kan ik daar wel gaan bidden ja, of niet? Want er zijn echt Nederland, we leven niet in een, uh, nee, in een berg zeker, ergens, zeker. waar je, geen, waar je geen werk ja. hebt. Zoveel werk hier. Misschien doe je iets wat je iets wat minder leuk vindt, maar tenminste heb je het gebed, snap Klopt. je? Dat is het belangrijkste wat er is. Hoe, hoe, uh, jij als persoon, hoe sta je daarin? En wat doe je eigenlijk om, 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 uh, om die ruimte eigenlijk te verdienen, snap ja. je? Veel, veel, met, alle, met andere spreken, heel veel mensen schamen zich. Ze ja. ja. schamen zich. Waarom ja. moet je daarvoor schamen? Ik ken, ik ken de persoon. Je zegt, uh, Subhanallah, ik was op, op kantoor. Uh, het was tijd voor het gebed, dus ik moest snel een ruimte vinden waar ik het gebed kon verrichten. Dus hij komt gewoon een ruimte die hij is, is volgende ruimte die hij zag. Hij komt binnen, kantoorruimte, komt binnen. Hij bidt. Op een gegeven moment, Smalle, hij aan het bidden was, uh, hadden, hadden, hadden mensen daar werkoverleg. Kommen ze binnen, oh, yeah, yeah, yeah. Uh, onder, onder wie directeur. Dus na, nadat hij klaar was. Die directeur nam hem af, even apart en was wat was je aan het doen? Hij zei, had je maar eerder gezegd en dat je hmm. ruimte nodig had, gebedsruimte, had ik voor jou een speciale ruimte. Hmm, smaam, Snap je? Ja. Dus wij doen ook geen moeite. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ja. Wij doen totaal geen moeite. Ja. Het is niet dat mensen zeggen, nou, natuurlijk niet, er is helemaal geen plek voor jou. Ja. Nee. Ja, klopt. En, niet. Maar uh, welke stappen onderneem je? Welke ja. stappen onderneem je? Welke moeite doe je? Zeg. Om, om die ruimte te krijgen. Er is ruimte. Geheid is ruimte. Mensen zijn bereid, werkgevers zijn bereid Klopt. om die ruimte te geven. Ik had uh, laatst ook een sollicitatiegesprek en toen had ik het over: uh, ik had wat dingen op mijn cv staan. Ik had muut van Allah ook op staan. Ze kon al zien dat ik moslim ben. No. Dus en toen zei hij van: oh, je bent moslim toch? Oké, okay, je kan ook best regelen, ja, wel aan het als je dat wil. Ja, daarom. Kom ja. daarvoor dus, uh, uit. Kom daarvoor uit. Dus, um, dus ja, je gaan je niet de identiteit zeg maar zo naar achter te verschuiven. Uh, natuurlijk niet. Ze stoppen erachter. Mensen stoppen achter. Ze hebben recht op uh, rookpauze. Ja. En ik komen daarvoor uit. En die, uh, dat is hun recht. Dat, dat, is hun recht, ja? mm -hmm. dat wordt hun gegund. Maar Jij, gebed, vraag of moet ook ja. van je pauze ja. zeggen: je mag het inhouden. Weet je? Mag het inhouden van mijn salaris zelfs, nee. die tijd, die 10 nee. minuten kwartier, mag het inhouden. Nee. Mag, wat, wat lever je in voor het gebed? Nee. Wat doe je, welke moeite? Zah. Snap je? No. Wij doen weinig. Zijn eerlijk is eerlijk. Klopt. Het heeft ook veel te maken met schaamte. Want uh, zoals, schaamte, zoals je, je zelf, zelf ook zegt. Ja, ik heb, ik heb uh, eigenlijk elke gat dat het kon, zoals ik eerder zei. Um, elke werkgever had ook een gebedsruimte. En die gebedsruimte is niet zomaar uit de lucht gekomen. Het is niet dat een of van de Jan of Dirk opeens dacht: bij jezelf, weet je, ik ga gewoon een uh, gebedsruimte terwijl geen eens een moslim is. Daar, of zo. Het is dat één moslim de eerste stap heeft gezet. Waardoor hij die ruimte beschikbaar heeft gesteld. Zoals bijvoorbeeld een van mijn stages, dat ik ook in de vorige podcast gezegd, maar voor het geval het iemand dat iemand nog nog niet heeft gezien. Um, ik was, dat was uh, mijn eerste stage. Het, de pauze was van 12 tot 12.30, en precies 12.30 is het door. Dus dat uh, was mijn eerste stage, eerste dag. Uh, ik had ook niet tijdens het stagegesprek gezegd dat ik uh, moest bidden, want die was er überhaupt niet, want het is gewoon stagiair, het is gewoon makkelijk geld voor hen, dus ze zeggen gewoon, kom maar. Ze zijn gewoon, ik heb stageplekken, dus is goed, uh, zo, deze datum zien we jou. Mm -hmm. Dus toen kwam ik de eerste dag en zei ik tegen mijn collega: van, uh, Tot hoe laat is deze pauze eigenlijk? Ze is tot half. En zei: Kan je je pauze zelf inplannen? Zei hij: Ja, dat is geen uh, probleem, je mag zelf inplannen. En zei die, zei die vrouw: Ben je moslim? Ik zei: Ik ben moslim. Zij moet je bidden Ik zei ja ik moet bidden ze zei oh is is bedicht gebed is het ruimte beneden ja. zo Amin bidt ook altijd als ja. je wilt gaan maar... ja, ja, ik ja, heb, ik heb niks gezegd ja. Eén god ik zei, ja. zei kan ik mezelf mijn ja. eigen pauzes inplannen en tot laat de laatst deze pauzes de één god ik zei. zei zei zelf tegen mij van ga maar bidden ik zeg wat de geel uh, uh, stage begrijpt als je wat later komt uh, ja. Dat, ja, dat is zo helemaal zo geen zo probleem ja. tijdens Juma zelfde was die die Juma wil ik naar begrijpen toe gaan en de Magaia kwam ook toevallig naar mij toe en die zei: Heb je de mosters niet ook een speciaal dag zoals wij Christen met de kerk hebben op zondag? En zeker als de redag naar je toe kwam. Uh, we hebben vrijdag het legt, ik uit vrij et cetera. Oh, is geen probleem. Amin gaat ook altijd naar de moskee. Gaan we ja, met Amin. Ja, ja, ja. <laughs> Hij heeft ook naar de moskee. Dus ja. die Ami, die uh, was ja, een broer uit Maleisië, die daar uh, ook stage liep, die, die had die deur al geopend. Hij had het al een keer gezegd. Waardoor het voor de rest makkelijker is geworden. De ja. ruimte is er. Die mensen staan er ook gewoon open voor. Het dus boeit hun echt dat je vijf klopt. minuten aan het bidden bent. Ja, maar, ja, klopt. Tegenwoordig ja. in dit klimaat is het juist zwaardig, je, als je zeg maar... Dat je inclusief nee. bent en maar uh, je dwingt ook respect af. Ja, klopt. Snap je? Ook bij, bij de organisatie, bij jouw werkgever, je dwingt respect af. Mm -hmm. Snap je? En helemaal als je echt op een respectvolle manier dat eigenlijk overbrengt en weet je, je, je vraagt het, hè, vriendelijk en dergelijke. En, en dat is het, zit de eerste stap, weet je, doe de moeite. Doe de moeite. En zelfs als er die ruimte niet eens ook eens, stel, niemand geeft jou de ruimte. Ga je niet bidden? Natuurlijk, zorg zorgen ervoor andere alternatieven. Ga maar ergens een, buiten een plekje vinden. Het gebed. Hoe dan ook. Het gebeden worden. Ik wil trouwens nog een opmerking verhaal van over het gebed met werken. Ik had een sollicitatiegesprek gesprek en daarin zei ik toen wel van uh, dat ik, uh, diep zo zei, heb iets waarmee je rekening mee moet houden. Mm -hmm. Hij zei: van, ja, ik bid Vijf keer per dag in deze tijd, uh, als wintertijd, is twee gebeden die oh. tijdens werktijd uitvallen. En toen legde ik, Je moet het ook niet moeilijk gaan overbrengen. Van, ja, dan moet ik helemaal dit doen. Goh, ja, het is gewoon vijf minuutjes. Kan gewoon tijdens ja, een pauze ja, gaan. Ja, je ja. moet het ook gewoon makkelijk overbrengen. Want het is gewoon, ook gewoon niet ja, iets, is iets langs. Niet, uh, en toen zei die persoon: Die deed het een beetje moeilijk. Zei, maar wij hebben helemaal geen ruimte daarvoor. En zei ik: Van ja, het, van, ja, het maakt helemaal uit. Het zou bij wijze van spreken zelfs onder een trap kunnen. Maar, ja, maar ik, natuurlijk, je moet het nog een beetje nog steeds zo. Ja, ja. Even ja, ja je moet geen speciale ruimte ja. te hebben om te bidden. Maar toen antwoord. Onder de trap. Wat zou een collega zeggen als hij opeens onder de trap ziet bidden? Dat zou het, het een beetje raar vinden. Zeg maar, dan zou ik denken, is, iets, van met je, is iets mis met jou? Ofzo. Ja, dus als je opeens zit je op de grond, dan zegt hij, is iets met je hand? Begrijp je ja. dat, Arnie? En ik, ik voelde me toen wel een beetje een druk om mij ja. komen. Dat hij het vraagt, hoe zit het met, met dit en dat? Het begint heel lang door. En zei, ja, dat is toch een beetje raar, dat is toch vreemd? We kunnen die ruimte kunnen we niet bieden, we hebben geen ruimte. Een week later werd gebeld van Arnie... Uh, je bent aangenomen, je bent echt, uh, ze vonden het echt een leuk gesprek. Ah. Uh, je wilt een gebedsruimte, wat wil je allemaal in Wat wil je erin hebben? Oh. Gewoon alles wat oh. jij wilt regelen oh. voor jou. Ja. We ja. hebben het al besproken. Iedereen weet het. Het was, even show. Ik dacht, huh? ik dacht dat ja. ja, ja, ja. dus het niet aangemoedigd werd. Dus het is echt gewoon ja, ik te ik zeg, regelen. Het ja. dwingt ja. echt respect ja. af. Klopt. Daarmee. Als jij bepaalde waarden, als, als ja, je echt bepaalde principes, principes en sommige mensen stapt op mensen die van principes zijn. Ja precies, snap je? Ja. Heb je nog vragen, trouwens? Er is ook geen blad in het nee, publiek. Nee. Ja, Iras heeft een vraag. Ja, ik heb een microfoon gekregen. Ik wou nog kijken of andere broeders vragen hadden, maar... Uh, nee, ik, ik had de vraag. Uh, we hebben het ook gehad over... Uh, uh, ja, over mensen die, die um, gebed deels, uh, deels moeite hebben met het gebed, laat ik het zo zeggen. Maar er zijn er dan ook mensen die deels het gebed verrichten. Dus bijvoorbeeld Fajr niet doen, Doher wel, uh, of uh, Maghrib en Isha bidden. Um, en daarbij aangeven dat ze moeite hebben om die vijf keer aan te houden. Uh, wat kunnen wij tegen die mensen zeggen um, over datgene wat nu speelt, over deze situatie? Dus uh, gedeeltelijk bidden. Ja, over de, inderdaad wat je niet doet, dochterwel, en mag ja, wel. De, de, deze persoon is gewoon uh, aan het spelen. Deze persoon in kwestie is echt letterlijk aan het spelen met het gebed. Vijf dit is, dit is geen uh, korting wat je krijgt op het gebed, verlaaging. Ja, <gacht> ja. <gacht> vijf reductie. halen, drie betalen. Nee, nee <gacht> dat is helemaal. Het is helemaal vijf. Jij zegt: Ik ben moslim, dat betekent je onderwerp je aan Allah subhanahu wa ta'ala. Het minste wat je als moslim het minste. Echt het minimale wat van jou wordt gevraagd als moslim is vijf keer per dag bidden. Vijf keer. En oké, verspreid over 24 uur. Laten we gewoon een rekensommetje erbij pakken. 24 uur. Vijf gebeden. Elke gebed, max 10 minuten. Max als je echt rustig bidt, 10 minuten. 10, 50 minuten. Een uurtje. uurtje van 24 uur. Is dat wat Allah taala waard is voor ons? Kunnen we niet eens een uur... SubhanAllah aan Allah Subhanahu wa Ta'ala geven. De rechten van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Het eerste recht is het toheed met het aanbidden van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zijn tweede recht is salah. Tweede recht is salah. Geen inu. Is schaamteloos, echt schaamteloos, als je dat bedenkt. Schaamteloos twee keer. Ja, maar tenminste doe ik twee. Maar nog steeds ben je een grote zondaar. Nog steeds ben je een grote zondaar. Je bent er gewoon aan het spelen. Er dus zijn vijf gebeden en niet twee, niet drie, vijf. En hou je daar aan vast? Hou je daar aan vast? Ik heb, een, ja. ik heb nog een vraag. Oh, ik heb nog een, een, een vraag of je advies kan geven aan de volgende groep mensen. Er is een veel mensen. Uh, hetgeen wat toen het weerhoudt om te bidden... is dat ze zeggen... wij zijn nu... Uh, ik zondig te veel op dit moment. Als ik nu bid, is dat een beetje hypocriet. Het kan toch niet bidden... en tegelijkertijd deze zondes begaan? Klopt dat? Is het in islam zo van... als jij je paard zondes begaat... mag je niet bidden of uh, iets dergelijks? Uh, het is echt... Uh, het is, een huilvoorkomde... het, is om, het, het is om te lachen... maar ook echt om, om, om van te huilen bij. Yeah. Waarom? Dit is... Ik, dus bij, bij alle te zveren, dit is één van de listen van de seitan. Yeah. Eén van de listen van de satan is dat hij... Probeert om je van het gebed af te houden door het zo over te brengen van uh, je, maar, uh, je doet andere zonden uh, het, het gebed is de basis. Zag. Allah subhanahu wa ta'ala zegt Inna salata anil Uiteindelijk als je beet, het gebed zal ervoor zorgen dat het gebed jou afhoudt van die zondes. Uh, yeah. En dat je uit de buurt blijft van de zonden Het beet zal dat... Oké. Okay. Maar ik zondag, ik doe daarnaast anderen, ik drink en uh, weet ik veel allemaal. Uh, ik ben crimineel. Alsnog zeg ik blijf bidden. Uh, blijf bidden. Uh, er was een, een, een overlevering: uh, dat iemand, uh, uh, dat hij eigenlijk uh, 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 stal hoor. Dus hij was aan het stelen. Toen zeiden ze, oh hij bad hem, maar hij stelt. Toen zeiden ze, laat hem. Op een dag zal het Salah hem weer houden daarvan. Hmm. Subhanallah. Uiteindelijk op een dag zal het gebed jou onderhouden. Oké, okay, maar wat, wat, draai het ook om. Van... Hou vast aan het gebed en probeer je best te doen om Klopt. <laughs> om die zondes maar in plaats van de zondes <laughs> te, te vermijden. Nog meer zondes dus niet dan, uh... bidden is nog een zonde. Klopt. Snap ja. je? Ja. Niet bidden is nog, is, nog een zonde. Is het gevoel van hypocrisie wel is wel ja, eens dat. Net vermijden. als mensen ja. die bijvoorbeeld toba, toba zeggen, ze, ze denken dat hun zondes te groot zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala dat hij deze vergeeft. Die wanhoop, weet je, die wanhoop is op zichzelf een zonde. Dat je wanhoopt aan de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is op zichzelf, jij bent aan het zondigen en daarnaast wanhoop je, je denkt dat jouw zonde te groot is voor Allah, dat Hij het kan vergeven. Dat is een vorm, een, een, een uiting van wanhoop. En wanhoop is op zichzelf, wanhoop aan de genade is op zichzelf een zonde. Dus je bent en aan het zondigen en aan de wanhoop en de genade van Allah. Snap je? Dus wat je doet, hou vast aan het gebed en probeer je het best te doen om af te blijven mm. van de rest van de zondes en niet om erin. Het gebed loslaten, de basis loslaten, dat is absoluut geen optie. Absoluut niet. Maakt niet uit wat je doet, ja. blijf bidden. Blijf je bidden. hebt geen hijab, blijf bidden. Uh, hier en daar uh, rijden, blijf bidden. <gacht> ja? Blijf bidden. Ja? Uh, drugs gebruiken, blijf bidden. Bl hou vast aan het gebed. Is niet in strijd met elkaar. En uh, ga, zeggen, uh, ga niet zeggen, ah, ik voel me als een hypocriet. Is één van de wegen van de shaitan. Eén van de listen van de shaitan om je ja, af te houden van het gebed. Maar juist dat gevoel, dat kan je ook omdraaien. Motiveren om die andere zonde weg te halen. Ja, precies. Want juist, dat, dat is wat de professor Samen juist zegt. Op een gegeven moment die persoon voelt zich uh, slecht. Hij is aan het stelen en bidden. Hij gaat stoppen met stelen. In plaats van dat je gaat denken, oh, ik ga stoppen met bidden. Kom er komt een moment ja. dat gebed voor jou, subhanallah, gewoon in de weg staat voor jou. Ja, precies. En uh, voor ons zijn de woorden van Allah subhanallah voldoende. Inna salata, waarlijk. Inna, met, met, met nadrukken. Inna salata, tenha. Het is niet, Salah helpt. Hij zegt, Allah inna salatatenha. Salah weerhoudt jouzelf. Salah is als een personage die jou weerhoudt op een Weerhoudt. Van, 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 van el fahsha, monkaart, verwerpelijke, fahsha, verdorvenheden, zondes en dergelijke. Het is voor ons voldoende, de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Geen optie. Niet bidden is geen optie. We hadden het net over, over werk en niet bidden. Wat zou eigenlijk een, een excuus zijn om niet te bidden? Van alle situaties. Wat een bedenk een situatie waarbij je zou denken: dit is eigenlijk een reden om niet te bidden. Uh, publiek, wat zou, wat zou een situatie zijn dat je eigenlijk niet hoeft te bidden, uh, dat je vrijstelling zou krijgen? Reizen. reizen. Waarom reizen? Als ik vraag mag. Ja, ja, je moet wel bidden. Jij vliegt lekker. Uh, uh, ja, uh, eerste klas, tweede klas, lekker. Wat is uh, op auto? Uh, ja, Je moet wel bidden, maar je hebt dan toch wel uh, vrijstelling om te verkorten. Dus ja, ja inkorten van het in gebed. gebed. Dus je kan door en achter. Het, het gebed blijft door. Je moet wel bidden, maar je, je kan je bijvoorbeeld door, door, door aan als asr en achter. Uh, en Maghrib en isha toch uh, samenvoegen. Mag, je, ja, samenvoegen. Je mag samenvoegen. Je oh. door, door met mag Maghrib met isha samenvoegen. Yes. En je mag inkorten, uh, gebeden met vier keer, mag je terugbrengen naar twee. Dus twee. Dus uh, met um, mag je twee. Maar je moet bidden. Dus vervalt voorvalt niet, hè? Nee, nee, nee. Dus die, uh, geen vrijstelling. Maar bedenk, wat, wat zou eigenlijk een situatie zijn waarbij eigenlijk vrijgesteld wordt om niet te bidden? Ik zou uh, denk... bijvoorbeeld kunnen denken als iemand uh, doodziek is. Doodziek is? Ja. Hm. Als iemand bijvoorbeeld op, uh, op een ziektebed ligt en echt gewoon helemaal... Een ziektebed. Ja, en dan zou je kunnen denken van... Degene ja, zou vrijstelling ja, kunnen krijgen, dus want hij kan niet meer. In een situatie zou je denken, zou je kunnen hij hoeft niet te bidden. Maar ja. zelfs dan moet je Hallo. bidden. <laughs> ik, ik noem één situatie. Oorlog, oorlog. Oorlog. Oorlog zou eigenlijk... Misschien als logisch zou dan zou eigenlijk een situatie zijn dat je niet hoeft te bidden of vrijstelling krijgt om het uit te stellen. Zelfs in deze situatie, oorlog, confrontatie, is het gebed niet vrijgesteld. Je wordt niet vrijgesteld. op tijd. Willis waar op andere manier afwijkt van de normale, salah. sommigen zeggen, tijdens echt de oorlog, beperk je tot één raka. Je hebt soms, de geleiden zeggen, je hebt zestien manieren. Manieren van, dat noemen ze salat Angst. Er is angst. Angst. Weet je wat angst is? Oorlog, bloed, uh, levens. Hè? Zelfs dan heeft de profeet met de Sahaba gebeden. Hij zei, alhamdulillah, wij zitten thuis. Verwarming ja? aan. Erko aan. Werk, kantoor. Mooie baan. Mooie huis. Gezondheid, kinderen. Alles, en dan nog hebben wij moeite met het salat. Het is gewoon echt schaamteloos, onvoorstelbaar gewoon. Dat heeft, dat heeft eigenlijk puur te maken met, met onze iman. Onze iman is zodanig laag, dat we niet eens eigenlijk moeite nemen om het gebed te verrichten. Zo laag, laag. Moge Allah subhanahu wa ta'ala onze iman versterken. Mogen alles, ons allemaal leiden naar het gebed en ons standvastig maken in het gebed? Ik, ik, ik Echt oprecht uit mijn hart, ik wens echt iedereen, ik wens voor iedereen dat hij bidt en dat hij geniet van de salah. Zoals ik dat voor mezelf wens, wens ik echt voor iedereen dat hij geleid wordt naar het gebed. Ja? Maak niet uit wat je daarnaast doet, maar bid alsjeblieft, bid. Het eerste waar Allah... asfahantyla wa jou zou over vragen is de salah. Red jezelf, red jezelf, bid. Doe bid. Ja, je doet van alles. Laat de Satan jou niet hè, uh, misleiden. Vang niet in de valkuilen van de Satan. Van je ja, bent te slecht bezig, dit. Dit, dit en red jezelf. Ja, en voed je zelf, en voed je geest daarmee. Ik heb zelf geen vragen meer. Heb jij nog een vraag? Heeft iemand, voor jullie, een vraag? Of Zet, heb jij nog iets te zeggen? Ik zal afsluiten met of het uh, uh, hadith van de Profeet Sallallahu Alaihi Als je. Raqqaat al-Fajr, khairun min het dunya. Deze hadith, subhanallah, mensen zijn. Uh, jij, jij, jij vroeg net uh, barrières, wat zijn barrières dat mensen eigenlijk weerhoudt om te bidden. Mm -hmm. Een van de barrières is dunya, met haar pracht en praal Het dunya, werk, geld, uh, roem, faam en dergelijke, is een van de barrières waarom mensen niet bidden. Luister naar deze hadith. Wat, Allah, wat de Prophet, sallallahu al zegt over twee raka'at sunnah, niet verplicht hè? De twee sunnah, raka'at van de Fajr. Die vrijwillig gebed van het Fajr. Hij zegt die twee rakaat zijn bij Allah beter dan de dunya, alles erop en eraan. Hmm. Allahu akbar. Wat wil je? Die twee die zijn niet eens verplicht. Die twee rakaat, die vrijwillig die je bidt voor het verplichte Fajr-gebed. Die twee rakaat... dunya mm. wa Beter dan de hele dunya, alles erop en eraan. Beter dan dunya, die twee rakaat. Daarmee wil ik afsluiten. Prachtig. Goed, uh, jullie hebben het gehoord. Barakallah fuqa voor het kijken. En hoe staat voor de komst natuurlijk. Um, zoals ik vaker zeg, we zijn op alle verschillende platformen. YouTube, Spotify, app Podcast. Je kan ze overal volgen inshallah. Zie je wat Abdul Hakim zeggen. Oh, <laughs> goed, zijn collega het tussen de podcast. <laughs> maar is goed. Barakallah fuqa voor het uh, kijken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tot de volgende keer inshallah.